In deze prachtige villa Oosterveld hier in Elden ga ik in gesprek met twee dames over het Alzheimer Café. En dat café wordt maandelijks gehouden in de wijk Presikhaaf in Waalstaten. U kijkt naar Dit is Arnhem. We schenken vandaag aandacht aan het Alzheimer Café en deze ziekte. We zijn te gast in Villa Oosterveld in Elden. Wat gebeurt hier? Villa Oosterveld is een zorgvilla voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het meest wonen hier mensen met een vorm van dementie. Op dit moment wonen er 15 bewoners. Het is kleinschalig, dus meer dan 18 kamers hebben wij niet. En Villa Oosterveld maakt onderdeel uit van Stepping Stones Home & Care, die op dit moment in 3 regio's 6 locaties heeft. Het is een prachtige, statige villa waar je niet aan voorbij gaat. Wie woonde hier voorheen? Het is gebouwd eigenlijk door een adellijke dame die daar zeg maar een tijd gewoond heeft met haar familie. Toen dat niet meer kon, heeft ze het verkocht aan een kloosterorde, Onze Lieve Vrouw ter Eem. En toen wij het kochten, woonden er nog ongeveer 6 nonnen die toen doorverhuisd zijn of teruggegaan zijn naar hun kloosterorde in Amersfoort. Het is een prachtige plek. Ervaren de mensen die hier wonen, de bewoners zitten ook zo? Dat doen zij zeker. Het is een fijne woonomgeving. Het is een locatie die een monument is en als zodanig een mooi gebouw is. Maar toch wel een goede sfeer en huiselijkheid uitstraalt. Wat ook ons doel is. Mensen moeten wonen in een fijne omgeving, moeten zich thuis kunnen voelen. Wanneer is het Alzheimer Café in Arnhem eigenlijk opgericht? Ruim 10 jaar geleden is dat door een werkgroep opgezet. Destijds vanuit een groep mensen die met name betrokken waren bij een verzorgings- en verpleeghuis. En die ingegaan zijn op een idee van Bea Miese. En die heeft dat zo'n 25 jaar geleden is hij met dat idee gekomen. En was er toen ook vraag naar zo'n Alzheimer Café? Was daar behoefte toe? De idee was dat het juist zaak is dat mensen met de dementie, maar zeker ook dus de persoon, de dierbaar, de naaste, dat die geïnformeerd raken over wat is die ziekte en hoe kun je daar samen, hoe kun je daar samen mee omgaan. En zij wilden dat uit die medische wereld halen. Dus zij wilden dat in een menselijke setting zetten, dat mensen door ontmoeting geïnformeerd raken. Dat is het idee van Bea Miese daarover. Het gaat natuurlijk nog steeds om de mensen met dementie, met Alzheimer. En natuurlijk ook om hun familie, hun mantelzorgers. Is het voor allebei heel belangrijk om het Alzheimer Café bij te wonen? Ja, mijn inziens wel. Alhoewel ik graag zou zien dat er nog meer aandacht is, juist ook voor de dementerende mens zelf. Dat de dementerende mens deel kan nemen ook aan het gesprek, net zo goed als de mantelzorger, zoals die persoon dan heet, hè, dat die ook geïnformeerd wordt en dat mensen elkaar juist in contact komen met elkaar en daardoor informatie opdoen. Nou, zal zo'n avond ook een beetje ingeleid en begeleid worden door een gastspreker? Uit welke hoek komt zo'n gastspreker? Uit hele verschillende hoeken. Dat kan zijn de huisarts, die mensen informeert over de eerste signalen met betrekking tot dementie. Wat is er aan de hand en wat moeten we dan doen en is er wel iets aan de hand? Dus dat kan de huisarts zijn. Dat kan iemand zijn die informeert over hoe ga je om met bepaalde gedragingen, mogelijk probleemgedrag. Dus dan kun je zeggen van, goh, daar vragen we iemand van de GGZ voor. Nu zijn de onderwerpen door al die jaren heen natuurlijk ook wel eens af en toe teruggekomen, hè, lijkt me. Maar nou denk ik aan die mantelzorger, die zit daar natuurlijk ook en die hoort ook een spreker aan. En die heeft ook een heel druk leven en komt heel weinig aan zichzelf toe. Dat hoor je steeds vaker bij mantelzorgers. Hoe ga je om met die vraag? Die mantelzorger die daar soms wat ijzingwekkend zit te luisteren. Ja, we hopen dus juist door de informatie die mensen opdoen in het café
dat ze daarmee ook handvatten krijgen van hoe kan ik nou ook voor mezelf zorgen. Hè? Dat is de ene kant. En de andere kant juist ook het idee van het café biedt informatie, maar juist ook de mogelijkheid om anderen, om lotgenoten te treffen, te ontmoeten. En daarmee in gesprek te zijn en dan ideetjes op te doen, mogelijkerwijs. Hè, van, want ja goed, het zijn vaak de lotgenoten die jou de beste tips geven. Hoeveel bezoekers zijn er doorgaans? 20 tot 30, ja. En we zouden heel graag altijd 30 mensen binnen willen hebben. Maar dat is helaas niet altijd het geval. En dat is gewoon heel erg jammer, want ik denk dat we een heel aardig, heel goed aanbod hebben. Ja, wat gebeurt er eigenlijk met je als je hoort dat je Alzheimer hebt? Dat is heel verschillend per persoon. De meeste mensen schrikken natuurlijk enorm, want ja, dat is toch een heel schrikbeeld, want het is een ziekte die niet meer overgaat. En soms kunnen mensen het ook niet overzien. Dan dachten ze dat ze heel wat anders hadden en opeens hebben ze Alzheimer. Dus dan val je toch even in een enorm gat. Zowel degene die het nieuws hoort, die het zelf heeft, als de familie, de mantelzorgers, die niet zo goed weten wat ze dan te wachten staat allemaal. Ja, een schokeffect eigenlijk. Ja, je wereld staat op zijn kop, maar ook natuurlijk de wereld van je naasten en liefhebbenden. Ja, al je toekomstplannen zijn natuurlijk ook opeens, gaan er anders uitzien. Hoe jonger je bent, hoe meer impact het dan ook heeft wat betreft je toekomst. En als je al heel veel jaren samen bent en je hoort dat je man of je vrouw dementerend is, ja, en je verliest diegene al op die manier een stukje, dan is dat heel erg moeilijk om mee om te gaan. Want dan jouw relatie is natuurlijk niet meer zoals die was. Je moet toch hele andere dingen gaan doen en denken. En zorg en begeleiding gaan bieden eigenlijk, als mantelzorger. Dus dat is een hele zware taak. Wat zijn eigenlijk de eerste verschijnselen? Geheugenverlies is een van de geheugenproblemen, een van de belangrijkste kenmerken. Mensen zijn, vooral het korte termijn geheugen raken ze steeds meer kwijt. Maar dat kan ook andere oorzaken hebben. Dus alleen korte termijn geheugen kwijtraken is niet dat je dan per se dementie hebt. Het is vaak een combinatie van dat je ook niet meer weet hoe je te gedragen. Dat je de mogelijkheid verliest om dingen te overzien. Dat je opeens niet meer weet hoe het werkt met een pasje. Dat je sleutels kwijtraakt en echt ook niet meer weet waar je ze hebt. Terwijl ze misschien zelfs voor je neus liggen. Het kan van alles zijn. Dus het geheel van symptomen zou ik haar zeggen. Daarbij kun je denken aan, het zou dementie kunnen zijn. Het is eigenlijk het niet-pluisgevoel. Er is iets aan de hand, maar wat is er aan de hand? Het kan ook zijn dat dan men denkt van, ik ben misschien overspannen, ik heb te hard gewerkt, ik heb te veel doorgemaakt bijvoorbeeld. Dus dan is er toch nader onderzoek nodig om vast te stellen of er geheugenproblemen zijn op basis van dementie of dat er wat anders aan de hand is. En wie stelt het uiteindelijk vast? Dat wordt vastgesteld door een arts, een huisarts die kan al testjes doen. Mensen kunnen naar de polygeriatrie, daar worden ook weer testen gedaan. Maar op basis van de symptomen, de verschijnselen, bloedonderzoek, soms een scan, kan men vaststellen of er sprake is van dementie. En ook van welke vorm van dementie, want je hebt niet alleen Alzheimer. Er zijn meerdere vormen van dementie. Alzheimer is eigenlijk een soort verzamelnaam geworden in Nederland. Maar je hebt veel soorten van dementie. Weet je eigenlijk ook wanneer wanneer ongeveer bij benadering die ziekte de kop opstak, dat we dat ook erkenden als ziekte? Nou, ik werk zelf 40 jaar in de gezondheidszorg. Ik moet zeggen, toen ik startte in de gezondheidszorg, dan werd heel veel wat nu onder dementie zou vallen als psychiatrie gezien. Dus heel veel mensen kwamen toch terecht in de psychiatrie volgens mij vroeger. En men zei dan ook, ja, mensen worden kind, het gaat allemaal niet meer zo goed en je wordt kind, dus je verliest al je mogelijkheden die je had. Maar dan komen de gedragsproblemen komen er dan bij en dan werd dat vaak als psychiatrisch gezien. Geleidelijk aan heeft men toch wel uitgevonden, ja, dat is niet de goede benadering voor iemand met dementie. Je moet juist zorgen dat je iemand zijn mogelijkheden nog wel kunt laten gebruiken en iemand weer versterken daar waar het wel goed is. En niet zien als iemand die helemaal uitgerangeerd is en een psychiatrische ziekte heeft. Het is geen psychiatrie. Geleidelijk aan komen er steeds meer wetenschappelijk onderzoek en visies en benaderingen van hoe ga je dan om met dementie. En dat dat is gelukkig al, ik denk toch de laatste 30, 40 jaar behoorlijk goed uit de verf gekomen. Het is niet meer een vergeten en een doelgroep waar je denkt, daar kunnen we niks meer mee. Je kunt er juist heel veel mee. Het is juist heel mooi om daar nog heel veel mee te doen.
En zijn er medicijnen voor in ontwikkeling? Die zijn zeker in ontwikkeling en er zijn nog medicijnen op de markt. Die worden ook zeker ingezet. Het is alleen niet genezend. Het kan vertragen, het kan de symptomen zeg maar vertragen, om het zo maar even te zeggen. Maar het is niet genezend, dus daar zijn we nog steeds naar op zoek. Er wordt op alle fronten wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zowel nationaal als internationaal. Stukje bij beetje vordert men, maar het zal toch nog even duren denk ik voordat dat echt het middel gevonden is voor Alzheimer. In ieder geval hè, voor die vorm van dementie. Zijn we hard op weg met deze ziekte om volksziekte nummer 1 te worden in Nederland? Het is duidelijk dat de toename van dementie toch behoorlijk is, hè, landelijk gezien. Binnen nu en 20 jaar nou, heel veel duizenden erbij. Ik weet even nu uit mijn hoofd niet de aantallen, maar dat neemt echt enorm toe. Er zijn ook geluiden die zeggen, nou gezien de goede gezondheidszorg en goede omstandigheden zou nog wel eens die groei iets mee kunnen vallen als het ware. Maar de meesten zeggen wel van het gaat enorm verder toenemen. En in sommige gemeentes zelfs met 20-30%, misschien zelfs wel 50. Dat is natuurlijk aanzienlijk hè, als je kijkt naar de doelgroep ouderen. Nu is er gelukkig ook dan het Alzheimer Café. Dat is elke maand 1 keer. Wat zijn de onderwerpen voor de komende maanden? Voor de komende maanden hebben we domotica op de agenda staan. Dus dat mensen kunnen bekijken wat kan ik allemaal thuis regelen, waardoor het mogelijk is om lang thuis te wonen en de veiligheid ook thuis te hebben. Deze maand is het komt de psycholoog vertellen over gedragsveranderingen. We hebben nog een keer een Alzheimer Café over muziek en beweging, waarbij met name bewegingen aan de orde komt. Een ervaringsdeskundige komt, dus iemand zelf met dementie en mogelijk ook de familie komt vertellen hoe dat is voor iemand met dementie en voor de mantelzorger. Hoe vaak vindt het Alzheimer Café plaats? Dat is 1 keer in de maand, dat is altijd de derde donderdag van de maand. En het wordt in Waalstaten gehouden en hoe laat? We beginnen om 7:00 met de gastspreker. 6:30 starten we, het is de inloop. He, dan is er koffie, thee en nou ja, wat ik al eerder zeg, he, dat mensen elkaar toch ook treffen. De gespreksleider gaat in gesprek met de gastspreker. En dan wij houden in principe een vast patroon aan. Dat is 7:00 starten we met het interview. Met de bedoeling dat mensen geïnformeerd worden aan de hand van de vragen die gesteld worden en uiteraard de antwoorden die erop gegeven worden. Dan is er het 6:30 even de koffie, de thee. En dan is er nog een 6:30 weer dat er de vragen komen vanuit het publiek. En geleidelijk aan naar de afronding. En dat doen we ook bewust zo. Het komt ook weer van die BMI's, een vast programma, zodat juist mensen weten waar ze aan toe zijn. Hè? En als je tijdens dat verblijf in Waalstaten, tijdens het Alzheimer Café, meer wil weten, ligt er ook literatuur klaar? Ja, we hebben de leestafel. Daar ligt allerlei informatie verzorgd, met name door Alzheimer Nederland. Dus op die manier doen we dat. En daarnaast, naast de leestafel, is er ook altijd bijvoorbeeld iemand vanuit het ziekenhuis aanwezig, van de polygeriatrie. Er is altijd een van de case managers aanwezig. Zo proberen we dus ook ervoor te zorgen dat mensen op verschillende manieren direct aan informatie kunnen komen.